Goedendag allemaal, welkom bij Oude Westen TV. Wat leuk dat jullie kijken, we hebben weer superleuke nieuwe items voor jullie. Gaan jullie mee om een kijkje te nemen? Let's go! Wie hebben we hier eigenlijk zitten? Een aantal mensen kent u. Rechts van mij helemaal zit Mark van Nieuwegen. Dat is onze partner in crime, de hoofdofficier van justitie, die vooral ook erg houdt van afpakken. Lijkt me vrouw wel. Joost, ga niet buiten de microfoon praten. Hier zit Joost Eertmans, wethouder wijkveiligheid en is ook mijn plaatsvervanger in dit gezelschap. Links van mij zit Helmut Wira, plaatsvervanger van de politiechef, die vandaag om andere dingen reden hier niet kan zijn. En helemaal links van mij zit André Vervoren, dat is de directeur veiligheid op het stadhuis. Ja, ik vertel het u. Nou, het gaat om het centrumdeel van de Nieuwe Binnenweg. Dus dat is Eendagsplein tot Schravendijkwal. Daar zitten 35 horecaondernemers. En het voorstel zoals dat is onderzocht is om gedurende bepaalde perioden in het jaar die 35 maximaal horecaondernemers de gelegenheid te geven om 24 uur per dag binnen open te zijn. De terrassen die blijven zoals ze nu zijn, dus ze zijn een deel van de terrassen tot 11 uur en een deel van de terrassen is tot 1 uur door de week of 2 uur in het weekend. Dus de terrassen verandert, of zou ook niks veranderen in de proef. En het binnendeel mogen ze dus net als de andere 24 uur zaken, die mogen heel de nacht open zijn. Op de Nieuwe Binnenweg, op dat stuk waar we het over hebben, alleen het centrumdeel, er zitten er 4 die op dit moment sowieso al heel de nacht geopend mogen zijn. Juist, de bewoners. En dat is de reden ook, en ik denk dat Armin Siermans het echt heel goed heeft uitgelegd, is dat we daarmee zijn begonnen. Toen wij bezig waren met het horeca, met de horecanota en met het horecagebiedsplan, toen hoorden we juist dat er veel overlast was als gevolg van die sluitingstijden vaak op hetzelfde moment in de straat waren. En dat daardoor juist veel mensen op straat komen. Dus de meeste geluidsoverlast, de meeste overlast van de horeca wordt ervaren als gevolg van mensen die op straat zijn. En dat is ook de reden waarom wij ons heel hard maken voor horeca stewards in bepaalde gebieden. En dat werkt ook aardig. Nou, dit is dus, wij wilden ook graag wat meer kunnen differentiëren, wat meer verschil kunnen maken in de sluitingstijden. Dat kan op dit moment niet. En daarom hebben we dit voorgesteld. Laten we het dan in ieder geval eens aankijken, proberen en onderzoeken of het dan daadwerkelijk werkt. Ik woon zelf in de Breitenstraat. Maar, nou, je kan klappen, maar u mag van mij aannemen, ik zweer erop, ik heb nog nooit overlast gehad van kroegen vanaf de binnenweg. En dat meen ik recht vanuit mijn hart. De voorstanders van het idee zijn evenmin zeker van hun zaak als de bewoners. Die zijn evenmin van zeker van, omdat u het gewoon niet weet. U weet niet als dit gedaan wordt. Nee, u weet niet als dit gedaan wordt wat de uitkomst daarvan is, want dat weet u niet, dat hebben we namelijk niet gedaan. Dus het is allebei een veronderstelling. Dus dat allebei. Toch heb ik gemeend dat het belangrijk was om het onderzoek wel te doen. Want zelfs over de veronderstellingen hebben mensen gevoel, hebben mensen ideeën, hebben mensen verwachtingen. Dus je kunt zo'n proef, naar mijn stellige overtuiging, niet zomaar doen zonder in ieder geval een beetje de temperatuur van het water te meten. Nou, dat wat we nu gedaan hebben. Het beeld wat tot mij komt op basis van deze gegevens is, we moeten het niet doen. Dat is wat ik vind als burgemeester van Rotterdam. Dit moeten wij niet doen. De gebiedscommissie, zo zijn wij het niet met elkaar altijd eens, dat is jammer, maar die vindt met deze gevoelstemperatuur moet je het wel even uitproberen. Je moet het een kans geven. Ik schrijf aan de gemeenteraad eerlijk wat mijn opvatting is, zo moet je het niet doen. Hoewel de eindbevoegdheid bij mij ligt, heb ik toch gemeend tegen de raad en zeg maar als jullie dat echt willen, dus denk goed over na met deze gegevens die we nu aandragen, maar als je het echt wil ik gaan uitproberen of het werkt. Dat is dus nu de stand van zaken.
dit is de stand van zaken, ligt bij de gemeenteraad. En het, volgens mij is het echt belangrijk dat zowel voor als tegens ondernemers en bewoners de kans grijpen om straks, als het onderwerp in de commissie behandeld wordt, om daar wel aanwezig te zijn. En u kunt allemaal vijf minuten zendtijd krijgen als bewoners. Het is een belangrijk onderwerp om het zomaar te laten lopen. Dus als u gebruik wilt maken van uw spreekrecht als bewoner, als ondernemer, dan bent u daar van harte welkom om daar gebruik van te maken. En ik denk dat het goed is als de stadsmarinier tegen die tijd u informeert wanneer het onderwerp op de agenda staat. Nou, dit is de nuance, zo spreek je het uit. Dat is, je schrijft het nuance met dubbel O. En dat is Schots woord en dat staat voor nu. Dus wat we, het streven van deze groep is om op de plek zelf, op het podium, met elkaar zodanig te improviseren dat het eigenlijk geïmproviseerde composities wordt. Een heel nieuw werk eigenlijk. En de groep is in 2012 begonnen als onderdeel van een serie van de Music World Series uit Utrecht, waarin ik de mogelijkheid kreeg om met muzikanten te spelen uit allerlei werelddelen waar ik nog nooit mee gespeeld had. Ik speel zelf de bassaxofoon. Dat is niet zoveel gebruikelijk instrument. Maar ook de lapsteel gitaar zit erin. En de trombone, de een en dezelfde speler, dat is Joost Buijs. Dan speelt Andro Biswane de gewone gitaar. En dan zit de Indiaanse violist Satyakam Mokamsin erbij. Die ontzettend mooi de Indiaanse invloed in de groep brengt. En dan hebben we nog de grote Wu Wei, die over de hele wereld bekend is als Sheng-speler, meesterlijke improvisator is. En de klank van dat instrument, dat mengt heel erg mooi met alle andere instrumenten die erin zitten.
kijkers naar Oude Westen TV. Ik wil jullie heel graag als burgemeester van Rotterdam een fantastische uiteinde wensen. Een goede jaarwisseling en een gezond en een voorspoedig 2018. Met ongelooflijk veel gezondheid. Dat is voor heel veel mensen toch het allerbelangrijkste. En fijne jaarwisseling gewenst. In deze stad en algemeen coördinator van Samenbouwen Rotterdam. En allebei die organisaties gaan van één ding uit. Respect voor mensen onafhankelijk van welke achtergrond ze dan ook hebben. En we hebben hier enorm veel achtergrond. Verschillende religies hebben in Rotterdam. We hebben verschillende etnische achtergronden. 182 inmiddels, we zijn de kleurrijkste stad van Nederland, voor zover ik weet. En we hebben een hart waarbij in plaats van bloed, zoals ze heten, de maas stroomt door onze aderen. Dat hebben we gemeen. Weer voor deze week. Ik hoop dat jullie volgende week weer kijken. En voor meer informatie en kijkplezier, kijk vooral op www.oudewesten.tv. Tot volgende week!